het er wel eens over, mijn man en ik. Zullen we gewoon de koffer pakken en kijken wat er is? Het is eigenlijk een beetje de vakantiedroom, hè? Dat je gewoon op Schiphol aankomt en een koffer bij hebt of een tas en dat je gewoon niet weet of het 30 graden plus of 30 graden meer wordt. We are going to have a holiday in 2 weeks, so I'd like to hear from you what are the available possibilities. Yeah. Okay. Mensen kunnen nu terecht voor onze leuke last-minute aanbiedingen. Daarom hebben we op Schiphol dus ook een last-minute kiosk geopend. Zelfs tot 4 uur voor vertrek kunnen mensen nog op vakantie. Mensen kunnen met hun koffer naar Schiphol komen en hier de reis boeken en over 4 uur in het vliegtuig zitten. Why did you decide to come to this kiosk to book your flight? Actually, I work here at the Schiphol Airport, and I was thinking about the trip for this holiday, and I passed it through and saw the kiosk, and it caught my attention. From Amsterdam to Budapest, departure in the afternoon, arrival time 16:30. They will calculate the actual price. Did they have a good offer for you? Yes, of course. They did. They gave me good offers for Prague, Budapest, and Croatia. So basically, I just have to make a decision, think a little bit and come back to have my deal. Denk je dat je er gebruik van gaat maken? Als ze echt 20 verschillende reizen standaard hebben, dan zou ik dat zeker wel een keer doen, ja. Ja, dan wel. En het moet vooral naar de zon gaan, want dat is hier niet.